bij het programma Dorpsgericht Werken, de manier van werken van de gemeente Drimmelen. Dit keer heb ik twee gasten aan tafel, lekker buiten hier bij SOFAC voor. Petra Roemer, vrijwilligerscoördinator bij SOFAC. Ja. En Miranda Wouters van het vrijwilligersinformatiepunt SWO Drimmelen. En we gaan het hebben over het vrijwilligers-event. Miranda, wanneer wordt dat gehouden? Dat wordt gehouden op vrijdag 13 mei. Bij SOFAC hier. En van hoe laat tot hoe laat? Van 3:30 tot 4:45. Petra, een vrijwilligers-event, wat moet ik me daarbij voorstellen? Dit event dat richt zich op potentiële vrijwilligers. Dus mensen die geïnteresseerd zijn vrijwilligerswerk te doen. Of erover nadenken of eigenlijk willen weten wat het nou precies is, wat het brengt. Dus het is voornamelijk bedoeld om mensen kennis te laten maken met vrijwilligerswerk hier in de regio. Dus er zijn diverse organisaties die staan hier op dit event. En als je geïnteresseerd bent, dan ja, kom rustig eens langs. Ja, en Miranda, verschillende organisaties. Kun je een tipje van de sluier, zonder ze allemaal op te noemen, dan vliegt de tijd voorbij. Maar kun je er een aantal noemen? Een soort vrijwilligersorganisaties? Ja. Ja, het is heel divers. Ja? Dus het zijn bijvoorbeeld instellingen die met zorg doen. Mm-hmm. Zoals bijvoorbeeld SOFAC of een Surplus, het Antonius Abt uit Terheide. Mm-hmm. En zo nog wel meer zorginstellingen. Maar ook bijvoorbeeld Duurzaam Drimmelen. Het Repair Café staat er ook. Het Repair Café wat binnenkort gaat starten. Tot nu toe hebben zo'n een dikke 20 organisaties zich aangemeld en het druppelt nog steeds binnen. En er is ook nog steeds plaats voor meer organisaties. Dus ook organisaties kunnen zich melden bij SWO, denk ja, ik, hè? Ja, iedereen heeft daar een uitnodiging voor gehad. Okay. Dus kan het altijd binnenkomen. Ja, ook. Ik kan me ook voorstellen dat er mensen zitten die denken, ik heb het niet gezien of ik heb geen uitnodiging gehad. Ze kunnen altijd bij SWO zich aanmelden en dan krijgen ze verder informatie. Ja, ook alle informatie staat ook op onze website. Oké. En die staat hieronder in de regels, kunnen mensen dat ook lezen. Ja. Wie hebben dit event georganiseerd? Geef het woord aan jou eventjes. Ja, op zich is het georganiseerd vanuit het vrijwilligersinformatiepunt. Maar jullie doen het niet alleen? Nee, we doen het zeker niet alleen, want het is eigenlijk voor en door vrijwilligers. Uh-huh. Uh-huh. Dus er zijn verschillende organisaties die hebben meegedacht. Dus onder andere SOFAC, die dit jaar dus ook de gastorganisatie is. Ja, leuk. Maar De Wijngaard heeft ook meegedacht. Omroep Drimmelen heeft meegedacht. De W-groep, even denken, hebben ze allemaal... Wereldwinkel? Ja, en de Wereldwinkel. Iets meer op de achtergrond, maar die heeft ook meegedacht. Nou, fantastisch dat er zoveel verschillende organisaties meedenken. Nou kan ik me ook voorstellen dat er mensen zijn die zijn al vrijwilliger. Die willen niet nog meer vrijwilligerswerk doen. Is het daar ook interessant voor om te komen? Ja, zeker. Het is in eerste instantie, wat Petra ook zei, bedoeld voor die vrijwilliger die aan het zoeken is en wil oriënteren, zeg maar, wat er allemaal te doen is. Maar het is zeker ook bedoeld voor mensen die al vrijwilligerswerk doen. Omdat het ook het is ook een middag om elkaar te inspireren, te ontmoeten. Ook organisaties die elkaar ontmoeten. Dus het is eigenlijk ook netwerken met elkaar. Ja. Dus ja, gewoon leuk, gezellig en inspirerend. Ja. En misschien ook nieuwe verbindingen leggen. Want dat zie je ook vaak bij dit soort dingen natuurlijk gebeuren. Zeker. Ja, zeker. Ja, en als ik mag aanvullen. Ja, de vrijwillige energie delen met elkaar. Dus de vrijwilligers die al vrijwilliger zijn. Ja. Die hebben enorm veel energie. En het is ontzettend fijn om daar dus de potentiële vrijwilligers mee kennis te laten maken. Dus eigenlijk gewoon een bron van energie. Een dynamisch event is het. Ja. Ja. En ook al ben je gewoon benieuwd van wat voor vrijwilligerswerk is er allemaal. Maar ik wil nog niks doen. Ben je natuurlijk ook altijd van harte welkom. Het is echt ook gewoon om te kijken, te oriënteren. En er hoeft ook helemaal niks besloten te worden. Het is gewoon ook gewoon een gezellige middag. En te kijken wat er allemaal mogelijk is. Is er ook nog iets lekkers? Een hapje, een drankje? Ja. Ja, er zijn hapjes van goede kost en vluchtelingenwerk. En na afloop krijgt iedereen ook nog iets leuks mee naar huis om de gemeente Drimmelen nog iets groener te maken. Ook. Nou, dat klinkt in ieder geval heel goed. Ik denk dat iedereen die thuis zit te kijken zeker moet komen. Volgens mij wil jij nog iets aanvullen, Petra? Nou, ik wilde aanvullen dat we de deelnemende organisaties hebben uitgedaagd om niet met een statische kraam te komen mag natuurlijk, maar we verwachten en we hopen dat de deelnemende organisaties net even wat meer uit de kast komen, om het zo te zeggen, in plaats van alleen foldertjes uit te delen. Dus ik verwacht zelf
dynamische kramen. Nou, dat klinkt in ieder geval heel goed. Ik ga komen, dat beloof ik je. Misschien nog één ding wel om te aan te geven inderdaad. Er zijn veel verschillende activiteiten ook, omdat jij nu zegt interactief. Ja? Er zijn Omroep Drimmelen, die heeft veel mogelijkheden dat je zelf een presentatie, tv-presentatie op kan nemen. Of kan oefenen met de greenscreen of de autocue. Met de camera misschien. Met de camera, ja. De Wijngaard staat er bijvoorbeeld met de Beleef TV. Miranda, kun je nog iets meer over die workshop vertellen? Ja, dat is een workshop die wordt gegeven om 3:30 door Mee West-Brabant. En dat is een workshop, een heel praktische workshop. Dus door middel van oefeningen die je laat beleven en ervaren wat autisme is. Dus ook heel interessant voor of vrijwilligers die werken met mensen met autisme. Of die er gewoon in geïnteresseerd zijn. Zodat je het ook praktisch kunt ervaren. Ja. En voor die workshop moet je je wel aanmelden. Ja, want vol is vol waarschijnlijk. Ja, klopt. Ja, okay. En dan wil je dat mensen van tevoren aanmelden? Ja. Ja, oké. Okay. Nog even tot slot, Petra. Sovak, ik stond net bij het hoofdgebouw, daar moeten mensen niet zijn. Nee. Waar moeten ze wel zijn? Nou, ze moeten dus hier zijn. En hier, wij zitten hier op het Koningsveld 1. En dat is bij het activiteitencentrum het Gruitplein. Daar mogen mensen zich... Ja, de deur staat open in ieder geval. En de foodtruck zal misschien buiten staan. Ja, ja, dat zeker. Gruitveld 1, vrijdag 13 mei zijn jullie welkom bij het vrijwilligersevent. Jullie wil ik heel hartelijk danken voor jullie bijdrage. Ja. En jullie zie ik graag volgende maand weer terug. Dankjewel.